John Stegeman, 1 juli vandaag. Ik neem aan dat die datum vet omcirkeld in je agenda stond. Ik was op een gegeven moment wel heel nieuwsgierig naar hoe het is. En 1 juli is de kop er nu af, gelukkig. Maar dat was iets waar ik naar uitkeek uiteindelijk. Vakantie gehad, daar waren we ook wel aan toe. En we gaan vanaf nu gaan we starten en gaan we ons zo goed mogelijk voorbereiden op het seizoen. Vandaag de eerste training dus, onder toezicht van veel supporters. Heerst een positieve flow en dat ontstond eigenlijk toen het bekend werd dat het technisch kader rondom het eerste helftal een plaatje kreeg, een nieuwe trainer kreeg. Ja, dat heb ik ook wel een beetje meegekregen. Daar ben ik trots op ook. Alleen dat zegt nog helemaal niks. Ik heb uiteindelijk voor mijn gevoel een hele goede staf samen kunnen stellen uiteindelijk om de spelersgroep, die we ook behoorlijk vernieuwd en verfrist hebben, te helpen, te ondersteunen dit jaar om met elkaar tot een goede prestatie te komen. En ik ben daar onderdeel van. Het maakt me trots dat ze blij zijn, maar uiteindelijk moeten we gewoon vanaf nu gewoon presteren met elkaar. En zorgen dat we gaan presteren. En dat is de doelstelling voor dit jaar. Met elkaar zoveel mogelijk wedstrijden winnen. En daar gaan we heel hard aan werken met elkaar. Uiteraard moet dat gebeuren met de selectie. Op het veld moeten ze uiteindelijk laten zien. Je selectie. We gaan het niet hebben over wie waar staat of wat ook. Maar gewoon de selectie lijkt al wel te staan. In tegenstelling tot vorige seizoenen. Voor mijn gevoel staat de basis ook wel. We zijn alleen nog wel op zoek naar rechtsbuiten. Dat is nog wel een positie waar we naar kijken. Voor de rest hebben we 2 spelers op proef. Robert Christo, spits, en rechtsbuiten Mario Stevel. We gaan kijken hoe die zich deze week ontwikkelen. Die zullen een week zijn hier. En als dat positief is en van beide kanten bevalt het, dan kan het zijn dat we die spelers uiteindelijk misschien tot ons nemen. En anders kijken we rustig verder. Dus wat je al zei, de selectie staat aardig. Het geraamte. Mooie combinatie van wat ervaren jongens, wat middengroep twintigers. En uiteindelijk ook talentvolle jonge jongens. Ik denk dat dat een goede samenstelling is voor een elftal. De nieuwe spelers zijn dat spelers met naar het hart van John Stegeman. Ik bedoel het mee te zeggen van grote, sterke jongens. Jongens die naast voetballenvermogen ook een inzet hebben. Ja, ik denk dat elke voetballer inzet heeft. Maar het zijn spelers wel die bij mij als trainer passen, denk ik. En er zijn een aantal jongens die ik ken natuurlijk, dus dat is positief. Daarnaast heeft het scoutingsapparaat onder leiding van Paul Bosveld veel spelers bekeken ook. En we zijn uiteindelijk tot de conclusie gekomen dat dit de juiste jongens zijn voor ons, waar we nu op zoek zijn. Je kijkt ook naar het moment waar je zit als club zijnde, als team zijnde. Een stukje stabiliteit met een stuk ervaring. Dat is wel iets waar we naar hebben gekeken. En ook natuurlijk past dat bij Go Ahead. Dat is toch, vind ik, wel een bijzondere club. Daar heb je een soort bepaald type spelers voor nodig. En daarom is het ook wel mooi dat we allemaal wel vanuit technisch oogpunt draagvlak hebben voor elke speler die we hebben binnen kunnen halen. En nu gaan we kijken hoe dat met elkaar gaat functioneren, want dat is vers 2, hè? Niet alleen het individu. Maar nu moeten we zorgen dat we er een team van maken en dat het allemaal een beetje in elkaar past. Hopelijk kunnen we iedereen aan boord houden. Dat zou mooi zijn dat er geen spelers meer weggaan in de voorbereiding. Daar heb je ook nog wel eens last van, want dan moet je weer daarop anticiperen. Maar zover zijn we op dit moment dat we dat ook wel kunnen. Alleen we zijn er wel op zoek. Dus. Je zei net, Go Ahead is een bijzondere club. Wat maakt het voor jou zo bijzonder? Omdat ik vroeger als jongen op de tribune heb gestaan, maakt het bijzonder. De belevingswereld van de supporters maakt het bijzonder. Je ziet vandaag hoeveel supporters er zijn op de Wolde. Dat maakt het gewoon bijzonder. Ik heb altijd de ervaring, het gevoel. Het is een echte rauwe club. Waarbij het kan spoken op het moment dat je daar moet voetballen. Publiek dicht op het veld. Fanatieke aanhang. Ik zeg het al genoeg weer dat er nu 5500 kaarten zijn verkocht. Ondanks dat de resultaten afgelopen seizoen niet positief waren. Zegt dat heel veel, denk ik, over deze club. Trouwe supporters, trouwe aanhang. Die de club in goede tijden, maar ook denk ik in slechte tijden blijven steunen. Ondanks dat er dan wat kritiek is, dat is logisch. Maar dat vind ik veelzeggend. En dat maakt dit ook echt een volksclub. En ook mooi. En dan gaan we het nieuwe seizoen in. Vorige seizoenen vergeten we, want we moeten vooruitkijken. Ik las van de week in de krant. Doelstelling dan, om ergens mee te beginnen, was toch na competitie. Ik vind gewoon als je kijkt naar budget wat je hebt. Dan vind ik dat je daar uiteindelijk moet uitkomen. En dat is ook helemaal geen schande. Je mag jezelf best wel wat druk opleggen. Het is niet zo dat meedoen of meedoen belangrijker dan een winnen is. Nee, wij willen gewoon heel graag winnen, presteren met elkaar. Maar dat moet wel stap voor stap gebeuren. Daar moeten logische dingen in zijn. Maar ik vind dat je daar niet voor hoeft weg te lopen. Ik bedoel, hoef ook geen bange scheidsrechter te zijn. Dat is iets wat je mag verwachten van deze club, simpel zat. En daar gaan we heel hard aan werken.
En dat is de doelstelling ook dit jaar, simpel. Alleen ja, de verwachtingen die zijn altijd enorm hier. En als we dat een beetje kunnen loslaten en in processen kunnen denken dat we stap voor stap groeien met deze club, qua organisatie, qua team zijnde, ja, dan ben ik heel erg tevreden als ik daar op een goede manier mijn steentje bij kan dragen. Ik wens je daar heel veel succes bij, John. Dankjewel. Bedankt.